Hallo allemaal en welkom bij dit verslag van de 11e ronde van het Tata Steel Chess Tournament. En in deze 11e ronde was het vuurwerk toch wel weer een beetje terug te zien na een rustdag en een wat rustigere 10e ronde. Nou, het verslag gaat alleen over de 11e ronde. Hierna zijn er nog ronde 12 en 13 op zaterdag en zondag. En daarna is het toernooi afgelopen. En voor Anis Giri, um, ja, daar, het zat vandaag een belangrijke partij op het programma. Want hij speelde tegen de koploper Abdus Saturov. En uh, deze Abdus Saturov die uh, speelt een erg sterk toernooi. En had vandaag tegen Giri ook weer een uh, scherpe opening gekozen. Waardoor Giri helaas um, niet goed genoeg uit opening kwam om ook op een groot voordeel te kunnen spelen. Nou, en uh, deze zwartspeler, die was niet de enige speler die vandaag um, veel voor verrassingen zorgde. En daarom kijken we hierna nog even naar um, twee andere fragmenten uit de opening in, het master, in de Mastersgroep. Waarbij snel um, ja, de, de, de ene speler veel opening voorbereiding had en de andere speler behoorlijk in de denk. Tank moest. Nou, en tot slot kijken we nog even naar een partij van Thomas Beertse, die echt een geweldige partij speelde. En uh, op het eind na z40 in alle chaos telkens de juiste zet wist te vinden. Dus dat was een erg mooi fragment. We beginnen met de partij van Giri tegen Abdou Satorov. En in die partij wordt het een damegebied en het is een aangenomen damegebied en dat is dit toernooi al een paar keer nu voorgekomen, dus blijkbaar toch wel weer een beetje populair aan het worden. En e5 is dan meteen de zet om snel scherp tegenspel te geven in deze variant. Nou, eigenlijk ja Er gebeuren redelijk wat normale zetten. Er zijn afwijkende zetten hier, maar in principe um, zijn dit nog steeds gebaande wegen. Alleen het was duidelijk dat Giri um, hier al niet helemaal had verwacht wat er zou komen, want hij dacht hier al even na over zijn vijfde zet, wat nog steeds gewoon een standaard set is in deze opening. En, um, ja, het idee is een beetje dat Wit uh, het vaak niet zo erg vindt om een pion weg te geven. om wat activiteit te krijgen. En dat zie je eigenlijk ook in Giri's spel hier. Dus die pion op C4 die staat nog steeds in. En die staat nog steeds in. En nu valt uh, zijn tegenstander hier de pion op E4 aan. En Giri, die is heel principieel. Die zegt: Weet je wat, ik drokkeer lang. Want, nou ja, die pion op E4 die kan me nu wel gestolen worden. Nu helemaal, overigens. Want ja, dit is natuurlijk gewoon een penning tegen. Dus dat is helemaal fout. Maar, um, het idee van die pion weggeven voor activiteit, dat is in principe een bekend idee. En hier gaat hij in de denktank. En terecht, want ja, moet je nou wel of niet slaan op C4? Is de vraag. Want zijn tegenstander slaat dan op E4, en vervolgens rail je af en sta je met uh, wit en gigantische ontwikkelingsvoorsprong, maar wel een pion achter. Is dat voldoende? Giri dacht na en dacht na en dacht na, en besloot uiteindelijk om F3 te spelen en zijn pion op E4 te dekken. Maar. Stel je voor dat hij nou had geslagen op C4. Was dat dan goed of fout geweest? Nou, het was in ieder geval niet fout geweest. Maar in deze stelling, um, ja, hier breekt eigenlijk zijn tegenstander een beetje met de, met de regels. Want in het verleden zou je hier zeggen: nou, wit speler heeft al zijn stukken ontwikkeld, zwart staat nog achter in ontwikkeling. De stelling is open. Um, wit moet hier een beslissende aanval kunnen opbouwen. Maar ja, uh, Abdul die had natuurlijk deze stelling voorbereid. Die speelde heel erg snel nog steeds tot dit punt. Um, ongetwijfeld had, wist hij dat als hij zijn dame op h4 zette, het eigenlijk best moeilijk is voor wit. Want er zit net geen truc in, in deze stelling. En als er hier een truc zit, dan, dan sta je natuurlijk vanwege je ontwikkelingsvoorsprong heel goed. Maar nu, ja, weet je, zwart kan gewoon gaan ontwikkelen van zijn volgende zetten. En dan wat? Dus Geerik zal zich ongetwijfeld behoorlijk uh, diep hebben ingelaten in die stelling. En uiteindelijk hebben bedacht, nee, ik speel f3, ik consolideer en... Nou ja, zijn tegenstander die gooit meteen aanval op het paard. Giri springt terug naar C2, waarschijnlijk ook met het idee om via E3 die pion weer aan te kunnen vallen. Maar ook het veld D5 wellicht te kunnen controleren. En zijn tegenstander speelt paard C6 en misschien achteraf was loper E6 ietsje hardnekkiger geweest. Gewoon eventjes je tegenstander laten zweten voordat hij die pion terug kan krijgen. En dan had Giri bijvoorbeeld weer aangevallen. En um, stevig dat Giri had geslagen, nou ja, dan staat zwart best prima hier. De stelling is redelijk gelijk, maar het is wel zwart die wat naar voren aan het spelen is en als er een afval van de grond gaat komen, dan is het die van zwart en niet per se die van wit. De, maar oké, okay. uh, Abdusattorov die speelde partner c6. Er kwam een mas C4 en na loper E6 en er werd geslagen, sloeg hij nog terug met de pion. En dat is ook waarschijnlijk om dit veld te controleren. En even later ging die pion naar voren en zette hij daarmee deze twee pionnen van Giri vast. Er werd een hele zooi aan stukken afgereld en het kwam in een eindspel en het werd remise. Nou, um, een spannende partij voor Giri omdat hij toch wel even leek um, uh, verrast te zijn door de openingskeuze. Maar met deze remise blijft hij een half puntje achter deze auto en um, heeft hij nog wel kans om nog bij te komen in de komende en laatste twee ronden? Dan gaan we door naar de partij van Jor van Vrees. En ook hij, als jongeling, um, verraste zijn tegenstander, de ervaren Ding Liren. Behoorlijk met een keuze in het Slavisch. En dat laat toch maar weer zien dat uh, ja, er zoveel mogelijk is in het uh, moderne schaak qua openingsvarianten. Vooral ook omdat ja, je hebt supercomputers die hier allemaal naar kijken. En dan heb je ook nog eens een keer Jordan van Verees, als creatieve speler. Die denkt: Goh, weet je wat? De computer die zegt dat het uh, plus 1 is voor wit. Laat ik gewoon eens even kijken of het misschien nog wel een leuke stelling is om te spelen. Nou, die vond hij dus ook wel in dus, het Slavisch in deze variant. En um, een, een van die varianten in het Slavisch is. Uh, Redelijk logisch voor wit. Je gaat meteen achter die loper die ontwikkeld is aan. Um, die loper die zorgt er nog even voor dat wit wat extra pionzetjes doet. In de hoofd daarmee verzwakkingen uit te lokken. En um, nou ja, er wordt gereld op g6. En wit speelt dame b3. Eigenlijk in het Slavisch hele gezonde zetten. En wat speelt zwart nou normaal? Ja, zwart speelt een zet als dame naar b6. Om te blokkeren dat die dame op b7 kan slaan. Maar als je Jordan van Vereest heet, dan kijk je dus ook naar andere dingen. En dan vind je de zet. D keer C4, nou dat is positioneel is, lijkt dat uh, in principe um, nou ja, zelfmoord, want dat zie je ook naar de volgende zetten. Dame maal B7 en we houden hier nog twee lelijke pionnen over, maar dat is niet het ergste, want Jordan besluit om met één van die twee pionnen naar voren te spelen, nog steeds zijn voorbereiding, en paard B5 komt en nou ja, dat is gewoon een vorkdreiging. De toren valt de dame aan. Er komt Schaak. En de koning die heeft dus een veld gevonden op E7. En dit is de voorbereiding van Jordan. Voorbereiding waarmee je een pion verliest. Een koning op E7 zet voor je eigen loper. En uh, het lijkt dus dat er heel veel openingsregels volledig uh, geschonden worden. Um, maar. Wat is dan de compensatie? Nou, die compensatie, die zit hem in dit paard. Want dit paard, dat heeft geen goede vluchtveld, naar uh, vluchtroute naar deze twee velden. En na de zet dame naar c8, is ook dit veld een soort van indirect afgedekt. Dus het paard kan eigenlijk in één keer niet meer weg. En als het paard niet weg kan, dan um, zit dus ook... Het probleem dat de dame het paard moet dekken. En ook nog eens een keer dat de toren naar B7 kan gaan en een dubbele aanval kan geven. Dus ding die moet even behoorlijk hier um, in de denktank, dat deed hij ook. En hij speelde uiteindelijk de zet c 5 En daarmee vond hij een mooie verdediging. Um, een alternatief, volgens de computer, was bijvoorbeeld de Dame naar A5. Om alvast die zet Toren B7 een beetje eruit te halen. Maar uh, Zwart kan zoveel dingen doen. En, en um, sorry, niet Gieri. Van Vorees, die speelde nog steeds zo snel. Dat ik me voor, voor kan stellen dat. Um, ...ding uh, toch wel bang was in deze stelling... ...om toch nog ergens in te lopen. Zwart die kan slaan op D4 in de stelling openmaken... ...maar ook gewoon slaan op B2 in de stelling openmaken. Um, er is een idee dat nadat je slaat... ...je ook in een keer een nieuwe toren erbij haalt... ...en zo de dame aanvalt. Zwart heeft een hele leuke stelling... ...en Giri heeft er echt, of uh, alweer, van verrezen... ...heeft er heel goed over nagedacht in deze voorbereiding. Nou... Um, toren B2 was een goede zet geweest dan, maar na, in de partij kwam dus c 5 toren B7. En zet hem gerust even hier stil, want hoe gaat Ding hier zijn partij redden? Nou, hij kan zijn partij redden door de zet dame naar A3 te spelen. En daarmee kijkt hij indirect naar die koning en heeft hij dus een aanval. Jorn van Vrees slaat op C7, C6 wordt gespeeld, de koning gaat weg, D7 wordt geslagen met schaak. En ondanks dat Jordan hier nog behoorlijk veel aanval uh, lijkt te hebben, um, weet Ding behoorlijk snel hier de stelling, uh, ja, uh, de angel eruit te halen. En in één keer zit er weer een eindspel, evenveel pionnen, nog een paar stukken op het bord. Jordan die uh, dringt nog even aan, maar Ding heeft alles onder controle en uiteindelijk wordt het remise. Want mij betreft een heel geslaagde voorbereiding van Jordan van Verest, die misschien niet de uh, mogelijk toekomstige wereldkampioen um, heeft verslagen, maar hem absoluut het moeilijk heeft gemaakt. En voor Ding Ren is dit toernooi nog steeds niet echt leuk, want hij blijft maar dit soort partijen spelen waarin hij het erg moeilijk heeft. Dan nog eventjes door naar een partij tussen de Indische Vlakmandaat tegen de Iranier Max Zotlo. Nou, twee geweldige spelers, die uh, allebei inmiddels een aantal jaar al uh, hun gezicht laten zien op het wereldtoneel, ondanks dat ze allebei nog relatief jong zijn. En. Um, ja, deze spelers uh, die hadden ook een leuke opening op boord. Het was namelijk een Nijdorf. en dat is in principe al reden genoeg voor een leuke actieve strijd. Maar uh, daar had ook hier wat voorbereid en hij speelt H3. Nou, dat is in principe een variant waarmee je vaak het idee hebt om G4 te gaan spelen in deze opening. Maar na E5 zet hij zijn paard op F3 en normaal gaat dat paard naar E2, dus dit kan nog, maar oké. Okay. En na dame C7 speelt hij die zet paard naar H2. Dus dat paard dat is van G1 naar F3 naar D4 gegaan om vervolgens weer naar F3 en dan naar H2 te gaan. En de reis van het paard is nog, nog niet eens klaar. Maar wat is nou het idee hierachter? Nou, het idee is dat zwart D6 en E5 heeft gespeeld en daarmee is dit veld een heel mooi veld geworden voor wit. En normaal gesproken heeft wit dan allemaal ideeën om die loper af te ruilen voor het paard om meer controle te krijgen, maar ook om dat paard om te spelen naar het veld D5. En in dit geval is het idee van daar wat niet volledig nieuw is, maar wel heel erg amper nog gespeeld hiervoor. Um, het idee is om het paard via één van de twee routes op E3 te krijgen, dus via G4 of via F1. En op E3 dekt hij heel mooi dat veld E5. En op die manier heb je positioneel een behoorlijke grip over je tegenstander. Nou, via G4 val je ook nog eens een keer dat paard aan op F6. Dus je kan ook nog eens een keer besluiten om dat paard van het bord te halen. En daarmee dus ook weer de verdediging van D5 weg te halen. En weer dus, um, het lijkt alsof openingsprincipes volledig worden geschonden, want dat paard heeft dus al 1, 2, 3, 4 keer gezet en gaat nog een paar keer zetten. Maar het kan dus blijkbaar en het plan is moeilijk en Max Oudelo moest behoorlijk in de denktank. Maar hij speelt hele thematische zetten, Max Oudelo, en daarmee blijft het allemaal redelijk beperkt. Hij speelt B5, een typische zet in deze opening, en het paard zit op E3 van wit. En dus heeft wit nu de gedroomde opstelling van twee paarden naar D5. Nog een paar zetten verder. We gaan even wat sneller er doorheen. Max Zodlo die ontwikkelt zijn stuk eigenlijk heel erg typisch uh, Nijdorf-achtig. De lopers gaan vaak hier naartoe. Het paard gaat ook vaak naar B6 om een beetje deze twee velden zo te controleren. De dame gaat naar F3. Korte rokade. Um, het zwarte paard uh, springt terug. Ook dat paard heeft vaak een soort van een idee van omspelen. Maar ook al is die F-pion die naar voren wil gaan. Al is dat nu wat minder mogelijk voor um, zwart. Loper gaat naar D2. De loper trekt zich terug, want die wil niet geruild worden. En na korte rokade heeft Pragnananda hier een interessante keuze. Ga ik spelen op de koningsvleugel of ga ik spelen op de damevleugel? Hij kiest voor de verkeerde. Hij gaat namelijk voor de koningsvleugel. Um, dat gaat fout. En ik laat zo meteen, zo meteen zien waarom. Wat was nou een betere voortzetting? Nou, een betere voortzetting was de redelijk antipositionele B4. Want daarmee lijkt dit heel erg slecht te worden. Maar... Um, als bijvoorbeeld paard A4 wordt gespeeld. Het idee is dat je uiteindelijk een keertje C4 speelt. Dat kan naar torus 1. Je kan ook meteen C4 spelen, en dan toren C 1. En nadat het paard de pion zou dekken, ren je erachteraan. En wit heeft compensatie voor de pion. En die gaat die pion uiteindelijk een keertje terugwinnen. Dat is in ieder geval het idee. Maar wel een moeilijke variant. En begrijpelijk dat je hier in alle varianten waar je mogelijk je pion niet terugkrijgt, dat je hier niet voor bent gegaan met wit. Maar paard A5, een leuke agressieve zet. Maar Max Hodelo die pakt het eigenlijk heel simpel aan. Die zegt namelijk, weet je, jij hebt net al, al je stukken heb je op D5 gezet. En in één keer zet je je paard op F5 neer. Ik rel jouw paard af en jouw pion is ook weg. En nu speel ik zelf D5. En het is in één keer zwart die een geweldig centrum heeft. En na nog een paar zetten is het zwart die dus ook volledig doordendert over die damevleugel en het centrum. Er worden nog wat stukken geruild en hier gaat uh, Pragnanda daar definitief de fout in. Misschien mist hij een tussenschaakje. Hij denkt ik ga verder aanvallen, maar zwart die geeft schaak, dekt daarmee zijn g6 pion en consolideert vervolgens gigantisch. Een gigantische muur hier van zwart aan pionnen. En het hele opening idee waarin daar op D5 focuste, dat is helemaal verwaterd. En Max Oetlo trok de partij hier naar zich toe. En ik vond het leuk om even te laten zien in het rijtje van openingsvoorbereidingen. Deze ging fout voor wit, ondanks dat hij in principe een prima stelling had. Maar zijn tegenstander hield het hoofd koel cool en vervolgens um, gaf daar het weg door een incorrect uh, idee met paard F5. Door naar de laatste partij van deze video. En die is van Thomas Beertse in de Challengersgroep tegen Velimir Ivic uit Servië. Nou, um, we komen in deze stelling erin. Het is tijdnoodfase, beide spelers, weinig tijd op de klok. En uh, één blik op het bord en je ziet: dit is chaos. Wat gebeurt hier? Nou, ik probeer even heel kort een beeld te schetsen wat hier nou dus gebeurt. Um, maar ik denk dat beide spelers en misschien ik zelf ook nog wel een aantal dingen hebben gemist. Uh, ik het is gewoon een hele leuke stelling. Laten we eerst maar eens even beginnen met uh, misschien wel het meest opvallende. En dat is die koning op F8. Die koning op F8 die heeft geen pionnen meer voor zich. Die staan allemaal ver voor zich opgerukt. En deze pion op H6 die heeft Beertsen een, een aantal zetten eerder daar neergezet. Die is toch wel een klein beetje irritant als je kijkt naar het veld G7. Het pakt wat velden af van de koning. Nou, vervolgens zien we, omdat die pionnen op zwart staan hier aan de zwarte kant, dat er ook nog wel een beetje wat gaten zitten over de witte velden, voornamelijk. En bijvoorbeeld het paard kan er overheen. Maar zoals je ziet even later in de partij, Beertse ze ook deze diagonaal voor zijn dame. Dus de stelling is extreem open voor de koning. Maar heeft zwart dan ook nog wat dingen? Nou ja, zwart heeft wel wat. Uh, zwart heeft sowieso een overwicht op de damevleugel. Alle stukken staan daarop gericht. Um, onder andere met uh, ideeën richting een paard op C4 bijvoorbeeld. En um, um, ja, wat else, even kijken, wat, zitten, wat zien we nog meer? Deze toren op F3, die staat een beetje raar. Dat paard op E3, dit voorkomt onder andere dat G4 een keer wordt gespeeld. Maar de toren die doet op dit moment niet zoveel. En um, de stelling is in een bepaald raar evenwicht, waarbij de spelers um, nee, dingen dreigen, en je moet heel goed oppassen hier met beide spelers wat je nou precies gaat doen. Beertse kiest ervoor om D6 te spelen en dat is een goede zet en met die zet dreig je D7. En dat haalt ook de zet torenmaal C4 eruit, want die toren die wordt gedekt door deze toren. Maar als je dus een zet als D7 vervolgens speelt, ja, dan moet die toren moet eigenlijk weg en dan laat, wordt die deze losgelaten. Het is nog steeds een chaotische stelling, maar dit zou een kwaliteit verliezen voor zwart. Dus vandaar dat D6 een mooie manier is om de aanval op C4 een beetje uit te halen. Zwart speelt de toren naar E8, Beertse stapt meteen door en de toren gaat dan naar D8. En um, hier vindt Beertse een super creatief idee met dus maar 1 minuut ongeveer op de klok. Loop maal F4, maal F4 en de geweldige zet paard naar D6. En dit is eigenlijk een inleiding van een geniaal spel van beide spelers vanaf Z40 tot aan het einde van de partij. Maar Beertse start ermee. De vraag is alleen, wat is nou het idee? Wat doe je als zwart loop maal D6 doet? Zet hem gerust even stil. Oké, okay, nou, lopen maar D6 is enorm fout. En het is dus daarom, het is echt heel bijzonder, vind ik, dat Beertse dit uh, zo snel heeft gespot. Misschien heeft hij er al op zitten A's op het moment dat hij met zijn pionnen van D5 naar D7 liep ofzo. Maar um, Beertse ziet dat deze koning in de problemen zit. En dat, um, dat kan dus nu or, doordat de dame niet meer naar E6 kijkt. Dus paard D6 was een blokkadezet. En. Nu kan de dame binnenkomen op e6, en dan kan je je afvragen: ja, maar als ik nou gewoon mijn loper wegzet, dan dek ik toch gewoon weer f6 indirect. Um, ja, maar die dame kan van e6 naar g4 gaan. Dus moet je je even voorstellen: dit zijn allemaal lange lijnen. En die dame die komt dus uiteindelijk uit op g7. En op g7 heb je in één keer een gigantische mat aanval. En een variant zou bijvoorbeeld kunnen zijn: koning naar e7, schaak. En het paard springt naar d5, en deze koning. Die staat volledig vast en wit dreigt onder andere te slaan bijvoorbeeld op, D, of op F6. Maar dreigt, uh, nou ja, D, hij dreigt gewoon te slaan op F6 en dat is een groot probleem hier voor zwart. Dus um, dit was een variant en ik weet niet of Beertse het volledig tot het einde heeft geanalyseerd. Of dat Beertse gewoon zoiets had van nou als ik op G4 kan komen dan moet het waarschijnlijk wel mat gaan. Um, een heel mooi patroon gespot door Beertse. Dus na paard, paard naar d6 slaat zwart hem niet terug, maar speelt zwart torenmaal d7. En dat is de juiste zet in deze stelling. En Beertse die dekt zijn paard op d6 met zijn volgende paard. En nu. Gaat eigenlijk het bord verder in brand. En het is echt wel een bijzondere zet. Wat is nou de dreiging weer? Nou, de dreiging is weer van Beerts om op E6 te komen. Dus stel je voor dat je met zwart volledig negeert. En iets als A4 doet. Dan komt die dame op E6. En dan dreig je hier mat te geven. Maar je dreigt ook hier te slaan. En um, na loopmaal D6 kan je ook gewoon slaan op D7. Want die stond ook nog ongedekt. En die staat erin. En de dame kan weer via verschillende manieren schaakjes gaan geven. Hier dus dit is helemaal uit voor zwart. Dus dame E6 is weer een dreiging nadat het paard hier gedekt is. Nou, wat zou je dan nog meer kunnen doen? Je zou de dame kunnen blokkeren. Bijvoorbeeld met toren naar C4. Dat is een redelijk rare zet, maar deze toren staat ongedekt. Waardoor het paard op D6 niet echt dat paard, die toren op C4 kan slaan. Een leuk idee. Maar um, Ivich vindt een ander creatief idee. Namelijk de dame naar C4. Um, Behoorlijk bizarre zet. Um, maar het idee wordt duidelijk. Namelijk, naar Paardman C4. Beertsen accepteert het offer. Komt Torenman de 1. En vervolgens Toren naar C1. En in één keer is het zwart die mat dreigt. En nu moet Beertsen op het randje spelen om niet, een, om niet te verliezen. Hij vindt de zet. Koning naar H3. Vlucht naar uh, G4. Maar zijn tegenstander slaat op Eviër, hier. Dat heeft hij ongetwijfeld ook al van tevoren bedacht in dit dameoffer. En in één keer staan er hier nog weer meer stukken in. En dat niet alleen. Ook dit paard dreigt zometeen aangevallen te worden. Dus ik denk dat Eviër hier dacht. Ik krijg zoveel materiaal terug. Plus de koning van wit staat open. Dit is het dameoffer zeker waard. En hij was ook wel uh, op weg richting een genialiteitsprijs hier. Maar. Beertse, die troeft hem af. Die vindt namelijk hier weer de juiste zet. Koning naar g4. Dat is een hele belangrijke zet. Want het dekt het paard dat ongedekt stond. Maar het dekt ook de toren. Waardoor je niet terug hoeft te slaan met de pion. Want stel je voor dat nu de toren geslagen zou worden. En je zou hem terugslaan met de pion. Dan zie je in één keer hoe gevaarlijk het is voor deze koning aan de rand. En zwart die dreigt in één keer dingen met mat. Dus... Je wil eigenlijk ook heel graag dat als nadat de, de koning naar G4 is gegaan en er wordt geslagen op F3, dat je hem terug kan slaan met je koning en daarmee mooi veiligheid behoudt voor je koning met je Pionnen. Super goed gezien van Beertse. Koning G4 is de zet. Lopen D5 is niet de enige zet, maar de stelling is complex. En het lijkt erop alsof Zwart hier dus zijn materiaal weer verder gaat ophalen. En um, ja, de open koning van wit maakt het wel heel erg, heel erg moeilijk voor uh, Beertse. Maar Beertse vindt de zet om hier toch nog weer de druk erop te houden. En dat is de dame naar A4. Weg met dat paard op C4. Aanvallen. Dat is het idee. En de koning van je tegenstand staat open, dus hop met die dame richting de koning is tegenstander G1, dat is niet de beste zet. Het laat in principe toe dat Beertsen nu wint, maar de stelling was al zo complex en er zaten zoveel varianten in dat het niet heel raar is dat je hier dan volgens de computer in ieder geval de verkeerde zet speelt. Maar het is alleen maar verkeerd omdat Beertsen op de volgende twee zetten later weer een geniale zet vindt. Kijk gerust mee. De dame gaat naar D7. Nu dreig je allemaal dingetjes zoals bijvoorbeeld een schaakje op G7 gevolgd door een schaakje op D6 met een paard. Ehm um, of een schaakje op D8 en dan een schaakje op D6. Dus er zitten nogal wat schaakjes in hier. Torenman G2 komt en vindt de verdediging voor Beertse. Zet hem gerust weer even op stil. Nou, de verdediging is... Die koning wil eigenlijk niet naar de rand toe. Dat is te gevaarlijk met een nieuwe toren die erbij kan komen. Dit paard, dat wil liever blijven staan. Want dat wil wel graag een beetje helpen hier zo. Dus welk stuk doet niks en kan toch al geslagen worden? De toren. Torre g3 is de manier om hier de stelling te winnen. Echt een geweldige zet. En zijn tegenstander slaat hem met schaak. Ik ben benieuwd of Beerts al had gezien dat na f keer g3 je ook hier een geweldige mat hebt met wit. En eigenlijk is het ook weer een puzzel, dus zet hem gerust even op pauze om uit te vogelen hoe wit hier mat gaat geven in 7 zetten. Dus zet hem gerust even stil. Oké, okay, nou de zet om hier mat te zetten is een schaakje en vervolgens de geweldige zet paard d6 en je denkt van dat is toch logisch, ik haal een nieuw stuk erbij. Maar niet waarom je denkt, want na loopmaal d6 speel je eerst dame d7 schaak. De koning die gaat dan naar f8 en waar voorheen je nooit kon komen op d6 met je dame, kan dat nu wel, want je kan namelijk de loper nu slaan met schaak. Vervolgens geef je weer schaak op D7. En vervolgens geef je mat op G7. Echt een geweldige combinatie. Een paard D6. Net als eerder in de partij een paard op D6. Toen was het een blokkadezet. Nu is het een lokkertje. Je wil die loper naar D6 lokken. En vervolgens hak je hem eraf. Heel erg mooi. Dus toren mal g3 werd gespeeld, toren mal of toren g3, toren mal g3 werd gespeeld met schaak, Beertsen slaat hem terug met zijn paard, met de pion had ook gekund, maar hij had het idee, want om, nadat hij geslagen werd, deze loper stond ongedekt, dus vandaar dat hij hier terugslaat op c4, gaat het paard naar e4, en in één keer zitten er weer ideeën in met een paard op f6, dus bijvoorbeeld een schaakje op g7, koning a 8 en paard mal f6, met mat heel snel erachteraan, dus tegenstander speelt loper e7, en Thomas die houdt de druk erop en speelt weer de only move, paard naar d6. Dreigt mat op e8. Zijn tegenstander geeft schaak. Zijn tegenstander geeft weer schaak. En hier zijn de schaakjes op. Nou ja, oké, okay, ze zijn niet op. De loper kan ook nog op d3 schaak zetten. Maar op e6, dan zijn ze wel op, want hier sta je afgedekt. Dus loper maal d6 komt, maal d6. En tot slot, laatste puzzel. Hoe wint wit hier de toren? Juist, Beertsen vindt hem. Toren naar D8. De koning moet naar de zevende rij. En Beertsen zou op de volgende zet schaak geven. En ook tegelijkertijd de toren aanvallen. Maar hier vindt ze de tegenstander wel genoeg. Geniale partij van Beertsen die daarmee weer een punt scoort. En uh, toch nog steeds een heel erg prima toernooi heeft. Nou, dit was uh, de video. Giri staat er prima voor met een halfje achter Abdou um, Met nog twee rondes te gaan. En Giri moet nog spelen tegen Jorden van Verreest in de volgende ronde. Dus dat wordt ook leuk. Tot de volgende video.